Een hele goede dag. U kijkt weer naar Ondernemend. Over ondernemen en ondernemers in Zuidwest-Drenthe, Noordwest-Overijssel, een heel groot gebied. Ja, vandaag hebben we een hele gevulde tafel met vier gasten. Zelfs, dat zijn Joke de Jong van Bils Buitensport uit Meppel. Seidse Faber van de BIM, Business in Meppel, zoals dat heet. Marco Dirksen van de Rabobank. Over regionomie gaan we het straks hebben. Klinkt heel erg ingewikkeld, maar het zal vast wel meevallen. En Bart Uiterwijk-Winkel. Prachtige stropdassen heeft een reden, want hij is een van de organisatoren van de Haringparty. De Haringparty, want er schijnt een haring ook op de stropdas te staan. Hè? En dat heb jij heel goed gezien, Mathilde. Een heel subtiel, laten we het zo zeggen. Heel subtiel, dat past ook bij ons feestje. Fijn dat u er bent. We gaan het hebben inderdaad over de Noordelijke Haringparty. Maar ja, hoe bent u daar in het bestuur of terechtgekomen? Want u heeft natuurlijk zelf ook een eigen business. Nou, eigenlijk heel simpel. Ja? Een vriend van mij, Jan-Marc Dierksens, die kwam 10 jaar geleden bij me en die zei: Bart, we moeten zoiets organiseren. Nou, toen hebben we wat bevriende relaties erbij gehaald. En van het een kwam het ander. En inmiddels is dat uitgegroeid tot een prachtig evenement. Ja, was voor de duidelijkheid, is niet alleen maar voor de haring. Hè? Het gaat om meer. Netwerken, denk ik. Gaat het om de haring? Natuurlijk gaat het om de haring. Maar alles wat erbij hoort, dat... En wat hoort daar dan bij? Daar horen bij gasten, relaties. Daar horen de partners bij. En daar hoort ook een bepaalde kledingstijl bij met een hoedje. En, maar toch zag ik op de site niet heel veel hoedjes. Ja, maar het wordt elk jaar beter. Oh, ook in Noord-Nederland. Dat moet groeien, denk ik, zoiets. Is het ook langzaam gegroeid, dit evenement? Nou nee, het is eigenlijk heel gestaag en de laatste paar jaar gaat het heel hard. Ja. Maar ja, gezonde groei. Ja, niet te snel. En wie wordt er dan uitgenodigd? Zakelijke relaties van de gastheren, van de initiatiefnemers. Ja. En dat is zo breed als het kan? Ja, dat is heel divers. Want ja, als ik er zo naartoe wil, dat kan niet? Dat is helaas en gelukkig niet mogelijk. Oh. Ja. En wat gebeurt er dan allemaal op zo'n dag? Of in de middag? Nou ja, de haring, die we hadden dit jaar dus de primeur, want dinsdag is hij afgeveild. En woensdag hadden we hem al hier in Noord-Nederland. En dan wordt hij aangekondigd en dan wordt er natuurlijk haring gehapt met alles wat erbij hoort. Mm-hmm. En er hoort dus ook wijn, bier en jonge jenever bij. En waarom jonge jenever? Is dat een traditie? Dat gaan we straks nog even doen, Mathilde. Okay, dat is heel lekker. Dat is nog een hele lange dag dus eigenlijk. Ja. Ja. Hoe was de haring? Uitstekend. Hij was weer vet en weer lekker. Met dank aan de zachte winter en de vele zonuren in het voorjaar, hebben we gezegd. Maar zo is het ook. Mm-hmm. En naarmate je er langer mee bezig bent, en we zijn er alweer 9 jaar mee bezig, krijg je er ook, zonder dat je door hebt, er een beetje verstand van. Ja. Maar dit jaar was hij echt fantastisch. Mm. En is hij nog steeds fantastisch. Ja. Dat zeiden ze vorig jaar trouwens niet, hè? Toen was er geen haring. Nee, toen hebben we het zonder nieuwe haring mogen doen. Overigens, dat heeft eigenlijk geen gevolgen gehad voor de feestvreugde. Mm-hmm. Maar met, ja, dat is toch net een plusje. Ja. Zijn jullie ook gast op de haringparty? Nee, niet op de Hoge Veense haringparty. Het Meppelen bedrijfsleven heeft voorafgaand aan het Grachtenfestival van vorige week zijn eigen haringparty gehad. Oh, kijk. Ja, dus nog helaas niet een nieuwe, maar wel Nee, dat is totaal geen concurrentie. Dat is heel goed. Hoe meer feestjes, hoe beter. Ja. Met dat verschil dat dit een noordelijke haringpartij is. En, het is ook ja, goed echt dat, van de drie noordelijke provincies. Ja, van de drie noordelijke provincies. De bedrijven die daaraan meedoen, die komen overal vandaan. Hè? Mm-hmm. Dommerold uit Zwolle, die zit ook bijvoorbeeld in Assen. Ja. Boomuitgevers, Van Triest. En, Hoe selecteren jullie je gasten dan? Of gaat dat met een netwerk onder elkaar? Het is eigenlijk net als met haringen vangen. Je gooit gewoon een net uit. Het spierinkje eigenlijk. Ja, precies. Ze komen jou, graag. Ja, ze komen graag. Vis, ja. Ja. En heel divers. Volgend jaar. Oké. Ja, Rabo, die zit al. Overigens, een andere gast hier van ons is ABN AMRO. Maar dat is niet erg. Levert het nou jullie zelf ook wat op? Is het puur voor de gezelligheid dan? Of gewoon de uitwisselen weer van die kaartjes? In het bedrijfsleven is het vaak zo dat je altijd moet terugkijken van wat heeft het opgeleverd. Maar dat doen we hierbij niet. Nee. Dit is echt goodwill. Ja. Mekaar op een andere manier leren precies. kennen. Mm-hmm. Het hoeft niet altijd uit te kunnen. Met een haring en een jenever. Ja, precies. En af en toe een biertje. Ja, heel soms. Ja. Een wijntje. Ja. Zag Hoe groot moet het worden eigenlijk? Want er komen nu al zo'n 800 gasten. Dit jaar, elk jaar is het meer geworden. In het begin, we zijn begonnen met 300. En inmiddels zaten we op meer dan 800 gasten. Dus exclusief onze eigen mensen. Dus dan ga je al snel naar de 900 toe. Dit is echt de max. Ja. En waarom is dat de max? Meer kan er niet. Oké, gewoon qua accommodatie. Dat lukt niet in de Havisworst. Nee. We willen het heel graag. Havisworst is ook een van de gastheren.
meer moeten wij niet willen. Nee. Dan wordt het ook onveilig en dan wordt het ook niet gezet. Groter hoeft niet altijd leuker te zijn. Nee, niet altijd beter. Hoe gaat het trouwens als het regent? Want het is normaal gesproken buiten, hè? Ja, dit jaar hadden we eigenlijk de primeur. En, dus we hebben een x-aantal tenten erbij gezet, enorme grote tenten. En na 7 uur heeft het flink gehoost en niemand heeft er last van gehad. Dus niemand heeft ook een nat pak gehaald. Oké, okay. Nou, volgend jaar dus weer. Heb je een hoedje? Ik zorg wel dat ik een hoedje krijg. Heb je een hoedje? Ik heb nog wel een hoedje, ja. Nou ja, als je dan een uitnodiging krijgt, hè, dan zou dat kunnen. Ja. Van harte welkom. Goed. Ja, graag door. Sijnse Faber, andere kant van de tafel. De nieuwe voorzitter van de BIM Business in Meppel. Zelf ondernemer Bedrijven ook? In Meppel. Bedrijven in Meppel. Bedrijven. Nou, een beetje hetzelfde, hè? Ja, een beetje hetzelfde. Zelf ook ondernemer? Ja, zelf ook ondernemer. Hetzelfde vakgebied als Bart. Faber adviseurs, assurantie. En in die hoedanigheid betrokken met het bedrijfsleven. 8 jaar voorzitter geweest van de handelsvereniging Nijenveen. En het Meppeler bedrijfsleven en het Nijenveense bedrijfsleven hebben elkaar altijd wel gezocht en ook wel gevonden. We hebben een aantal stappen gemaakt samen. Samen ondernemersfonds opgericht in Meppel. Gisteren heeft dat opnieuw een hamerslag gekregen. Het mag weer 5 jaar verder. Ja. Kijk, echt blij mee. De pot is weer gevuld. Ja, maar het is vooral goed. Het is goed voor het bedrijfsleven. Kun je eens uitleggen wat het ondernemersfonds doet? Ja, het ondernemersfonds is eigenlijk een instituut waarin binnen je zegt, we incasseren gelden vanuit de onroerende zaakbelasting. Ja. Dus eigenaren van zakelijk onroerend goed, die betalen een heffing. Die heffing sluist de gemeente door naar het ondernemersfonds. En het ondernemersfonds, dat onderneemt en dat initieert initiatieven waarmee je de stad en de regio en ondernemend Meppel en Nijenveen op de kaart zet. Ja. Nou, dacht ik wel eventjes toen je als gast uitnodigde bedrijven in Meppel, weer een club. Ja, zou ik denken. Weer een club in Meppel. Ja. We hebben de Meppeler Handelsvereniging volgens mij. Ja, en de ICC, Industrie, de Nijenveense Handelsvereniging, Businessclub en bedrijven in Meppel. Ja. En die bedrijven wat in is Meppel, nou wat? Ja, het is eigenlijk één. Bedrijven in Meppel moet je zien als een overkoepelende organisatie. Het is een coöperatie met 4 leden. En dat zijn de 4 genoemde clubs. Okay. Dat zijn de leden van die coöperatie. We zien eigenlijk binnen het bedrijfsleven in Meppel dat er heel veel initiatieven zijn. Er gebeurt heel veel. Je roept wat, je bedenkt een goed plan, een haringparty of wat maar. En er staat alweer een groep ondernemers op die zeggen, ja, gaan we doen. Ja. Daarmee zie je wel dat er in die stad heel veel georganiseerd wordt, maar misschien soms op eilandjes. We hebben elkaar niet altijd in beeld. Daarvan hebben we gezegd, van eigenlijk zou je die evenementen die je met z'n allen opzet, die zou je wat beter moeten organiseren en je zou beter moeten coördineren. Dat is vanuit het bedrijfsleven. Vanuit de overheid is er ook een ontwikkeling. Die overheid die stoot taken af. Die komen bij het bedrijfsleven terecht. En dan zien we dat het efficiënt is als je dat collectief oppakt. En kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, het meest recente voorbeeld is dat we eind vorig jaar namens de BIM, die toen nog in oprichting was, de provincie hebben aangeschreven dat we zeggen van joh, Meppel, er kan wel het een en ander gebeuren. Willen we de toekomst van Meppel voor het bedrijfsleven zekerstellen? Mm. Dat betekent dat we heel veel witte vlekken, open plekken in de stad hebben, waar echt iets mee moet gebeuren. Bouwen. Mm. Of weer vullen wellicht. Nee, maar vooral bouwen en plannen maken. Ja. Alleen, zo gauw je plannen gaat maken, dan kijk je naar de middelen. Dus we hebben collectief de provincie aangeschreven dat we gezegd hebben, Meppel op termijn heeft en vraagt bepaalde investeringen. Willen jullie er naar kijken? Nou, eigenlijk heeft de commissaris van de Koning het direct meegenomen in zijn kersttoespraak. Zoiets van, ja, Meppel, onze blik ligt nu op Meppel. En we gaan er serieus naar kijken. Oftewel, kom maar met goede plannen. En dan kijken wij naar of we middelen vanuit de algemene reserves over kunnen hevelen naar de bestemde reserves. Oftewel, dan kan Meppel op termijn rekenen op een bijdrage van de provincie als je met hele goede plannen komt. En dat is jullie taak? Een beetje. Dat vinden wij onze taak. Ja. Dus jullie zijn met een vrachtwagen of een kruiwagen vol. Ik wou een beetje, niet te groot, maar een kruiwagen vol met plannen naar Assen gegaan. En naar, nou, een beetje andersom. We hebben ons gemeld. En du moment dat je weet van nou, het zou best eens een goed plan kunnen zijn en er zou best wat middelen vrij kunnen komen, ga eens aan het werk. Dus in no time worden de groepen opgericht die zich gaan oriënteren op wat moet er gebeuren. Wat is het effect? En dat zijn dan weer groepen uit al die, de Meppeler Handelsvereniging, de Nijenveense Handelsvereniging enzovoort, en bij elkaar. En dat is het mooie, omdat je elkaar nu kent, ken je elkaars kwaliteit ook. Dus als we zeggen, we zouden een paar mensen bij elkaar moeten hebben die
even het economisch belang kunnen onderstrepen. Daar hebben zo 4, 5 mensen in beeld. Zeggen, wat zou er bouwkundig moeten gebeuren? Heb je in no time een groepje van 6, 7, 8 mensen die daar een invulling aan kunnen geven? En als het over financiering gaat, dan ga je naar de... Dan gaan we naar de banken en moet het spul verzekerd worden. Dan kijken wij naar de juiste partijen. Als de kleding nodig is, dan bij de andere gast. Moet er nog een leuke kleding tegenaan, nog net even tegen uitverkoopprijzen. Ja, daar mogen we je ook zijn. Komen we zo op, ja. Maar het is wel dus wat extra's dat je moet brengen in plaats van al die clubjes die ook een eigen plan hebben. Ja, het is vooral kijken naar structuur. Ja. En hoe goed bedoeld ook, maar in Meppel lopen echt verschrikkelijk veel vrijwilligers rond die overal de schouders onder willen zetten. Alleen die soms aangestuurd worden door verschillende partijen. Ja. Dat is best onhandig. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan eigenlijk? Tegen zo'n club dan? Ja, ik denk heel positief. Ik herken wel wat er wordt gezegd, dat er heel veel initiatieven worden gestart. En dat is ook waar. Mm-hmm. En volgens mij kun je het heel erg gaan hebben over het feit van dat een probleem zou zijn. Ik denk, zie het als een kans. En omarm het. En op het moment dat die initiatieven dan vervolgens gaan samenwerken. Want het is wel goed dat een van de anderen natuurlijk op de hoogte is. Maar ik denk, omarm het vooral. Want ja, volgende week gaan we de Meppel uitdaging starten. Dus ja, hebben we er weer een initiatief bij. Ja. Maar ik denk dat juist de kracht van de regio is. Nou, alles wat er speelt moet je koesteren. Exact. En we proberen het echt te coördineren. Enerzijds voor het bedrijfsleven dat vrij herkenbaar was, maar ook voor de politiek. Ja. Waar men nu op dinsdag met een industriële club aan tafel zit met BMW en een dag later met de handelsvereniging. Zeggen we, dat kan ook in één keer. Kunnen we de vragen, problemen, kunnen we ook alles in één keer bespreken. Als je met één kruiwagen gaat, kun je ook wel met twee. Tuurlijk. Geen probleem. Gaat veel makkelijker. Okay. Mooi. Ja, muziek. We gaan luisteren naar Ellen Pels en Elton Jozef. Hij speelt op gitaar en ze gaan voor ons ter horen brengen Late Bloomer. I feared I would not fit. I just could not make it. One or two, be flawless, but somewhere inside me, there is this desire. I've tested, and I've tried me. Cannot put out the fire. I am a late bloomer, but now I am sublime. I am a late bloomer, I really took my time. And uncertain, afraid and quite unsure, but I have dropped the fire curtain. I am a late bloomer, but now
Ja, Joke de Jong, fijn dat je er bent. 40 jaar Bils buitensport. Kun je eens uitleggen wat dat voor zaak is? En bijna was? Bijna was, ja. Ja, hopelijk. Ja, we zijn ooit begonnen als winkel met militaire dump en Turks aardewerk. En ja, want zo kennen een heleboel dingen. Mensen uit de Meppels het als Bils dump van oorsprong. Wordt hier nog steeds gezegd. Ja, hè? En in 92 hebben we toen, doordat het assortiment in de winkel veel meer naar wandelen ging, hebben we de naam veranderd. Dat dekte de lading beter. En dat doen we nu ook alweer bijna 25 jaar. Ja. Maar aan alles komt een eind. En op een gegeven moment, mijn man is 69, ik en 59, volgend jaar samen. Zeg maar gemiddeld 65. Oh, dat dus, is okay. Dus daar hebben we op dus een gegeven moment... Dus vanuit de zaak heb ik ooit zelf een beetje regelen natuurlijk. En we hebben besloten om het pand te koop te zetten. Ja. En van het een komt dan het ander. En we zijn nu alvast begonnen met opruiming. Ja. Maar als je 40 jaar lang dat dan doet, hè, is dat dan een hele moeilijke stap om te zeggen... Nee. Ik stop ermee? Nee. Helemaal niet? Nee, denk ik niet. Maar of we stoppen, ja... De koper is er nog niet, dus dat is nog maar de vraag. En als dat wanneer niet zo is, dan ga je door? Nee, dat denk ik niet. Okay. We zullen dan toch op een of andere manier een eind ergens aan moeten breien. Maar als dat zover is, dan geven we daar nog extra rugbaarheid aan. Ja. En voor nu is het... even afwachten. Wat is er nou in al die jaren veranderd? Want 40 jaar, u gaf al één verandering aan, hè? Van dumpen meer naar andere, hè, de wandelproducten. Ja, wandelen vooral. Is dat heel erg, het wandelt wat af hier in de regio? Ja, nou sowieso, het is gewoon hartstikke goed en gezond. En we hadden op een gegeven moment meer kamperdingen. En dat is de laatste jaren weer verminderd. Maar rubberingen, haringen, op het laatste moment gas en dat soort dingen gebeurt ook. Ja. Dus dat hebben we dan wel. En we hebben eigenlijk heel veel dingetjes die ook niet verkocht worden in Meppel. En ja, en hoe of dat dan komt, het zou ook mooi zijn als en wat de winkel. Dan, wat is dat nou ja, bijvoorbeeld wij hebben een messenkast. He, met allerlei messen. We hebben militaire sokken. Ja. Ja. Allerlei dingetjes. En er zijn best wel... Maar heel breed assortiment. Ja, heel breed. Hoe kom je dan achter wat de klant wil? Want ja, messenkast, dat zit niet echt top of mind. Nee, dat is natuurlijk ook heel erg gegroeid in de loop der jaren. He, net zoals dat wij met schoenen begonnen met militaire kisten... die we nog steeds verkopen. Maar toen waren het gebruikte kisten. En nu hebben we daardoor ontwikkeling gekregen naar wandelschoenen. En nu hebben we ook Loa en Hanwag en allerlei andere... Het was natuurlijk wel een soort van trend toen, hè? Met die Arafat-sjaals. Heb ik nog steeds PLO-sjaals. Ja, wij noemen het. Die bestaan nog steeds? Ja, die bestaan nog steeds. En die kistjes aan van die strakke zwarte broeken of zo? Dat is allemaal nog. Lege dingen, nog steeds? Maar ook gewoon, dat komt er bijna weer misschien, denk ik. Hebben jullie die ook gehad? Nee, ik ken het wel. Nee, maar gewoon heel veel dingen voor buiten. Lekkere, makkelijke kleding, functioneel. Afritsbroeken bijvoorbeeld, ik noem maar wat. He, broeken met zakken. Nou heb ik jullie site bekeken, de Facebook-site ook. En daar staat ook, mensen worden heel goed geadviseerd. Maar hoe maak je dan die omslag bij gebruikte lege kistjes naar wandelschoenen? Ja, daar heb je 40 jaar ervaring voor nodig, denk ik. Op een gegeven moment gebeurt dat gewoon. We hebben natuurlijk ook leveranciers die we overleefd hebben. Dus dat is, dat gebeurt. Ja. De markt verandert. Ja, je hebt hoogte- en dieptepunten dan ook meegemaakt. Ja. Wat is dan zo'n hoogtepunt? Wat is dan zo'n... Nou, hoogtepunt, ik denk dat we eind jaren 2000, dat wel een... En de verandering van de naam, zeg maar, alleen. De klanten wisten het wel, maar toch had het op een of andere manier misschien... een negatieve naam vanwege de dump. En door buitensport hebben we andere merken erbij gekregen. Ander publiek die daar gewoon... nu is het... hoe merk je dat? Ja, dat is op een gegeven moment mensen komen en dan... Gaat u dat niet missen? Dan gaan we gewoon mensen in mee. Ja, maar mensen komen. U heeft ook vast een heel veel vaste klanten, als ik dat zo begreep. Ja. Gaat u dat niet missen? Gewoon die aanloop? De aanloop, tuurlijk. Ja, dat zal wel wat. Maar we blijven in Meppel en ze zullen ons vaak nog wel tegenkomen. Dus dat is eigenlijk zelf kamperen.
Bijvoorbeeld. Wanden. Of die reizen maken die onze klanten maken. Waar je zoveel over hoort, maar nooit aan toe bent gekomen. Nee, dat doen we niet, nee. Maar de vaste datum is er dus niet op te stoppen? Nee, ik kan het ook niet zeggen. Na 40 maar het jaar is geen 5 jaar en ook geen jaar meer, denk ik. Dus dat, daar zitten we een beetje tussenin. De stip aan de horizon is gezet. Ja, als we dan gewoon, toch een reis hebben. Op een gegeven moment, je kunt niet eeuwen doorgaan. Nee, dat is ook zo. Maar dan is er geen opvolging of misschien wel... Geen andere winkel meer waar je dat kunt kopen? Nee, dus de winkel is ook te koop. Is dat lastig in deze tijd om een opvolger te vinden? Ik heb geen idee. Ik denk dat... Nou, dat weten de mensen wel aan de overkant, denk ik. Dat is niet makkelijk om zelf te starten. Hè, zoals wij... Destijds wel gestart zijn. Ja, een hele andere tijd natuurlijk. We krijgen ook wel aanvragen. Ik weet ook wel van mensen die het wel graag zouden willen huren. Maar ja, wij willen gewoon proberen echt het pand te verkopen. Nou, dus dat is ons pensioen, zeg maar. Ja, ik snap het. Oké, laten we dan eens over doorgaan met Marco Dirksen, directeur particulieren van de Rabobank. Die heeft daar vast veel verstand van. Ja. Is dat een moeilijke kwestie nou? Nou ja, het is moeilijk. De detailhandel is op zich wel een moeilijke kwestie. Maar ik denk wel dat het vooral ook gaat om nieuwe kansen te vinden. En ook in de detailhandel heb je nieuwe kansen. En dat zal wel bewezen met ook nieuwe concepten. Kijk, heel veel mensen die houden vooral vast aan het oude. En dat heeft natuurlijk denk ik de mens van zichzelf van nature wel in zich. Maar het gaat er vooral om van, joh, je ziet dat de wereld om je heen verandert. En ja, waar is nou behoefte aan? Dus ik denk, ook voor de detailhandel zijn wij ervan overtuigd dat daar echt ook naar de toekomst toe gewoon veel kansen voor blijven. Maar we zullen moeten innoveren. We zullen moeten anders moeten doen dan dat we het zeg maar decennia hebben gedaan. Ja. Dus ja, die kansen zijn er zeker, daar geloof ik vast in. Maar je hebt creatieve mensen nodig. Ja. En vooral mensen die met elkaar willen samenwerken. En financierders misschien ook nog wel, want anders dan komt het er niet. Ja, financierders ook. En daar zijn wij er één van. En ook daar zie je dat ook daar het hele traditionele financieren. Van je gaat naar een bank toe en de bank die financiert. Je ziet tegenwoordig dat, zeker voor de zakelijke omgeving, dat het is dat ook daarin de bank een iets andere rol krijgt. Dat ze nog steeds financier blijven, maar ook een partij die zeg maar andere financieringsvormen mogelijk maakt. En hoe ziet u dat voor zich dan? Dus leasen of toch meer... Nou, leasen, crowdfunding is natuurlijk opkomend. Ja. En ja, wij willen in ieder geval verder denken dan alleen maar de traditionele financiering. Want echt alleen de traditionele financiering dat een bedrijf naar de bank ging... En die zei van, ik heb een ondernemingsplan en daarvoor wil ik gewoon 100% financiering hebben. Nou, die tijd lijkt voorbij. Ja. Ja. Ik wil het even met u hebben over regionomie. Ja. Want u doet een project en dat heet regionomie. Ja. Ja, regio, economie, maar wat houdt het in? Ja, nou, je zei het straks al een moeilijk woord. Het is het nieuwe woord van regio-stimulering. En dat is misschien denk ik, wat de mensen al wel meer tot de verbeelding spreekt. En het woord zegt het dan eigenlijk al, het stimuleren van de regio. En dat willen we vooral doen door waarde te creëren, door partijen en mensen samen te brengen. En dan gaat het om bedrijven, gaat het om particulieren? Het gaat om particulieren, het gaat om partijen, het gaat om bedrijven. Wat je ziet is dat een jaar geleden hebben we een onderzoek gedaan naar hoe staat nou eigenlijk de regio ervoor. Deze regio die zich vooral heel erg kenmerkt door toerisme. Een gemeengoed, die we ook heel graag willen koesteren. Waarvan we denken dat er nog veel meer is dan toerisme. Mm-hmm. En dat er heel veel onbenut potentieel in die regio zit. Nou, dat onderzoek dat wees dat eigenlijk uit. En wat we hebben gezegd, als je zoals we dat zo mooi zeggen, het onzichtbare zichtbaar gaan maken door de kwaliteit die er absoluut is. Nou, hoe ga je dat doen, die kwaliteit zeg maar, uiteindelijk ook benutten? Dat is vooral om partijen samen te brengen en verbindingen. Heeft u een concreet voorbeeld daarvan dan? Ja, heel concreet. Een van de projecten die is gestart is Geitbier. Wellicht bij jullie bekend. Twee ondernemers, een agrariër en een horecaondernemer, die allebei een bepaald plan hadden. Het plan van hun eigen bier op de markt brengen. Die troffen elkaar op een bijeenkomst van de regio draait door. Dat is wat we hiervan hebben gedaan. En die bespraken dat met elkaar. En met elkaar zeiden ze van, maar als dat de plan is, gaan we samenwerken. En tot dan toe waren ze er alleen individueel nog niet uitgekomen. En ze hebben het samengebracht en het... Het eerste vaartje is getapt. Vaartjes komen weer. En dat is jullie rol dus ook een beetje bemiddelen dan? Nou, bemiddelen, want wat we als Rabobank echt zeggen van... het moet niet ons project worden. Mm-hmm. Wij zijn zeg maar de oprichters, de aanjagers. Ja. Maar we hebben gezegd, we willen het mogelijk maken. Dus het moet niet om de Rabobank draaien, het moet echt om de regio draaien. Misschien is het wel leuk om te vertellen, we zijn gestart met 4 expeditieteams. Ik zei al, toerisme is heel belangrijk, maar is er één van. Maar naast toerisme hebben we ook zorg, onderwijs en innovatie. Ja. En die 4 expeditieteams die zijn met elkaar aan de slag gegaan. En wat je dan wel ziet, want in het begin is het niet concreet. En hoe kom je dan in zo'n expeditieteam?
Dat kun je gewoon voor aanmelden. Ja, okay. Ook voor iedereen toegankelijk, hoef je niet klant voor van de Rabobank te zijn. We hebben gezegd, wat vooral heel belangrijk is, dat je het leuk vindt. Dat je het inspirerend vindt, dat je wil leren en ontwikkelen. En ook wat, nou ja, dat je wat kunt halen, maar ook wat kunt komen brengen. Ja. Een soort marktplaats is het dan? Nou, eigenlijk ja, wel. Voor kennis en kunde. Ja. En, zonder ja. dat je daar veel geld in hoeft te brengen. Ja, precies. Ja. En je eigenlijk op die manier zeg maar, jouw netwerk ook te vergroten. Maar vooral, en dat is het met elkaar, hè, eigenlijk dat je met elkaar wat inbrengt. Waardoor het uiteindelijk waarde gaat opleveren. En meer waarde dan zeg maar, de individuen die in, zeg maar, in het veld blijven lopen. Ja. En nou ja, wat misschien wel leuk is om te vertellen, we zijn gestart met die 4 expeditieteams een jaar geleden. En toen was het dus nog weinig concreet. En toen dachten we, nou, als we eens 1 project, concreet project dan realiseren per expeditieteam, dus 4. Nou, we zijn een jaar later, we hebben het 2 weken geleden hebben we het in de gasfabriek hebben we het gevierd met de regio daardoor. We hebben gewoon 17 projecten, waarvan er 5 al gerealiseerd zijn. Nou, en zo'n voorbeeld als Geitbier. Nou, ik denk dat iedereen ook wel de 3D-printers kent ja. nou, in het onderwijs. Ja. Dat 60 basisscholen op dit moment met een 3D-printer aan het werk zijn. Ja, dat zijn allemaal initiatieven die dus mogelijk zijn gemaakt doordat uiteindelijk mensen met elkaar gingen samenwerken. Ja. Hoe vinden jullie het? Ja, nee, mij op het lijf geschreven. Binnen het bedrijfsleven doen we niet anders. Nee. Je zoekt elkaar nee. op ja. en je putt elkaars kracht naar boven met als doel een beter eindresultaat. Nou, ja. dat zie je hier ook. En je hebt hier, ja, natuurlijk zijn er raakvlakken. Ja. Dus ik jaag het alleen maar ja. toe. Ja, wat is het mooie, waar de hoogleraar Jan Rotmans, die hadden we bij de regio Draait Door. En die dan gewoon tegen ons zegt, maar wat ik hier zie, zie ik in de Randstad gewoon niet. Jullie zijn nee, verder nee. dan in de Randstad. Nou, maar wij wisten toch altijd al dat wij in het Noorden veel beter ja, zijn dan wij, in de Randstad. Dat weten we toch dat niet? Dat wisten we, maar dat is ook mooi dat een hoogleraar wordt, van de Erasmus ja. in Rotterdam ja. het ook nog bevestigd voor ja. ons. Ja, ik hoop in de winkel hoor, mensen. Want inderdaad, Meppel wordt ook heel veel door toeristen bezocht. Ja. En dat merk ik in het hoogseizoen ook. En dan is het ook altijd van, dit hebben we bij ons niet. En dan denk ik van, ja, maar dat merk, dat heb je ook. Ook wel daar, maar kunnen ze het op een of andere manier niet vinden. Ja, we hebben het gewoon beter, zeg je dan. Ja. We zijn heel goed in bescheiden zijn. Ja, te veel soms? Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Daar mogen we best wel wat meer van profiteren. En het ook met elkaar, want dat geeft ook energie. Je mag ook ergens trots op zijn. Zeker. Ja. En ik denk dat we echt trots mogen zijn wat in de regio allemaal mogelijk is. Nou, ja, wij hopen op die manier daar een steentje aan bij te dragen. En weet je, dit zijn 4 expeditieteams waar we nu bijvoorbeeld gezegd van, joh, met name Voet in Agri. Ja. Dat is het volgende expeditieteam wat we nu willen op gaan starten. Dus mensen die daar ook geïnteresseerd zijn, kunnen zich er ook voor aanmelden. Want zeg maar, wereldwijd is natuurlijk het voedselvraagstuk, die wordt alleen maar groter. Ja, en Nederland weet daar veel van natuurlijk. Nederland weet daar heel veel van. Ja. En wij hebben ook in de agrarische wereld onze problemen. Dus ook daar is innovatie nodig. Zoals de Rabobank begonnen natuurlijk. Ja, precies. Daar laten we dan de volgende keer even over verder, want de tijd is voorbij. Het is snel gegaan weer. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. En veel succes met de afsluiting. Ja. Het begin en de volgende keer de Haring Party en jullie Regionimi-project. Ja. Ja, wij praten hier gewoon aan tafel zo meteen door. Maar we moeten even afscheid nemen, want dit is de laatste voor de zomer. In juni dus. In september zijn we dan weer terug met een volgende aflevering. Dan ben jij er ook weer. Dan ben ik er ook weer. En ik ook weer. Graag tot de volgende keer. Tot dan.